Recente booroperaties van APA Corporation in blok 53 in de exploratieput Rasper waren niet succesvol. In een persbericht vermeldt Staatsoliemaatschappij Suriname NV dat de boringen het doel niet hebben gehaald en dat er alleen waterhoudende reservoirs zijn aangetroffen. Met de exploratieput Rasper heeft APA de perspectiviteit van het noordelijk deel van blok 53 willen testen. De evaluatie van de putgegevens en monsters is nog gaande. APA treft nu voorbereidingen om de volgende exploratieput Baya in het zuidelijk deel van blok 53 te boren. Baya ligt ongeveer 11 kilometer ter noordoosten van de onlangs aangekondigde vondst in Krabdagu in blok 58. APA Suriname heeft een werkbelang van 45% in blok 53. Petronas heeft een belang van 30% en Cepsa 25%.